lieve vrienden, een hele, hele goede middag gewenst. En het is vandaag, wel te verstaan, zaterdag 24 augustus en we leven om 13:50. Ja, bijna 2 uur. Ik ben wat laat, dat weet ik, maar ik ben bovenop bezig geweest. Was uitzoeken en gedaan. Er zat nog een was in de droger, die was al droog, die heb ik eruit gehaald. Nieuwe was in de droger en een nieuwe was in de wasmachine. Dus die twee draaien nu en nu is het eindelijk is even een hapje eten en koffie. En daarna probeer ik even te zien of ik genoeg afwas heb voor de vaatwasser hier. Dan kunnen alle drie de machines gewoon hun gang gaan. En of we weggaan, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er dan enkel gewoon de normale markt er is en daar is niet zoveel aan. Dat zijn bij wijze van spreken keten op 2 paar handen tellen. Maar ik zal even in mijn grote boek kijken. Ja, ook ik heb een grote boek. Waar dat in kan staan. Dus ik pak hem er even bij. Het is deze. Die heb ik met mijn verjaardag gekregen van Karen en Roderick. En daar heb ik evenementen in neergezet. Dus eens even kijken. Ik ook loeren. Dat hebben we allemaal al gehad. Dwindfiets is nu nog bezig. We hebben niet eerder dan 31 augustus. Dat is andere week, zover ik weet. Dat rijmt niet, bijna rijmt het. Ja, het is nou andere week met weekend. Moet ik het nog uitzoeken welke dag dat is, of het nou zaterdag of zondag is, dat weet ik niet. Maar ja, dat boeit me even niet. Bij de 31ste dan hebben we een mega moddermonster. Wat het inhoudt, ik heb het nog nooit gezien. Het heeft met modder te maken in ieder geval. Dus ja, dat wordt denk ik geen mensen, want ik heb er geen zin aan om smerig te worden. Nee. Nou ja, en dan hebben we ook nog een toetjesfestival. In het Kwelderduin. Dus dat is bij de richting de Schoterweg. Ja, daar zijn we ook al vaak doorheen geweest. En dan hebben we daar een toetjesfestival. Dus het is weer van het ene uiterste naar het andere uiterste. En dan 1-9. Dat duurt nog een tijdje. Dat is... niet een tijdje. Dat is de dag erop natuurlijk. Hè? Ja, ik begrijp. 1-9, dat is 1 september. Toch? Weet je dat ik de kluts kwijtraak? Ik met tellen ook. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, april. Ja, 1 september. Dan hebben we in het Timopark, daar zijn we ook al geweest. Dat is met die fontein erin. Ja, Timopark, Chutterpark. Het is maar hoe je het noemen wil. Daar hebben we zomerdromen. Daar gaan we ook heen. Dus andere weken, weekend hebben we weer druk. Doen we het namelijk rustig aan. Ja. Misschien morgen eventjes een lekker toeren. Dat zie ik wel. Maar ik blijf vandaag lekker thuis. Ja. Ik heb genoeg te doen. Vinden jullie ook niet? Ik moet nog renderen. Ik moet nog naar YouTube brengen. Ik ben met... zwemmen, spieren bezig, dat in elkaar, tenminste, dat te renderen, eentje is al gerenderd, nou moeten er nog 2 gerenderd worden. De eerste, die duurt alleen 31 minuten, kun je nagaan, want ik ken dat niet inkrimpen, dat vind ik zonde. Er wordt bijgesproken, nou dat vind ik zonde, ja. Dat is 1-9 dus, dan krijgen we 7-9, die kind daar weer op. Moeten we naar een andere wijk ook. Dat is zo... wijkmanifestatie. Dan hebben we 15-9 de Vartenfestival. Nou, we zijn gisteren al bij een Vart geweest. Nou ja, daar gaan we dan weer even kijken. Dat bedoelde ik. Ik was van haar. Maar ja. De 6e van de 10e. Dat is weer een maand later. De Rondo Musica in Den Helder. Oké. Okay. En dan 11-10 is de Latinmars. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Ja.
van de Koninklijke Marine is dat. Installatiemars. Ik heb het nog nooit gehoord. En dan de 25e oktober. Ja, dan mag ik mij weer verkleden als heks. Ja. Dan hebben we Halloween in Fort Kijkduin. En die heb ik per ongeluk vergeten. Dus die slaan we over. Dan hebben we de 31e voor de 10e. Hebben we hier in de binnenstad Halloween Markt. Ga ik me weer verkleden als heks. En de 3e van de 11e november hebben we klassiek in de ronde. Wat dat inhoudt, weet ik ook niet. Nee. Dus ja, dat is zo hier de evenementen wat ik heb op kunnen schrijven uit een krant vandaan. Dus ja, dat is even afwachten hoe en wat. En ik hoop dat er meerdere dingen in kunnen komen te staan, want daar wil ik hem eigenlijk voor gaan houden. Want ook dat moet je onthouden. Ja, en dat kan ik ook niet bij geen lopende computer. Toch? Nee. Dus ja, en andere kleine dingetjes die schrijf ik ook wel op, maar dat gaat jullie lekker niks aan. Wat roef. Ook staat er weer eentje voor mijn raam te tarnissen. Nou ja, oké. Okay. Maar oké, dat is weer geregeld. Jullie weten dat weer. Ik ga nou in ieder geval een bakje koffie en ik ga een broodje klaarmaken en de dieren verzorgen. Ik zou zeggen, ik spreek jullie vandaag later nog wel een keer. Tot dan. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 7:30 geweest. Ik ben ook niet eerder toegekomen om te gaan vloggen, want ik heb wat visite gehad en ja, dan ga je niet vloggen, dan denk je dan niet eens niet na, bijna, want je hebt andere ideeën om te gaan doen en er staat een visite voor je neus. Ja, dat gaat er niet door geworden dan. En ik ben dan met mijn eten bezig, ja, want daardoor ben ik laat, de dieren hebben al wel gehad. En hier zitten chippeltjes en champignonnetjes in. Er komt nog paprika's bij in. Dus ja, lekker. En dan, ja. Ik ga iets voor het eerst eten, want er komt witlof doorheen. Ja, en dan noedels komen er nog doorheen. Dus het wordt allemaal hopelijk wel lekker. En ik ga nog even een bak koffie inschenken, want ik heb dorst. Wijntje staat al klaar. Ik moet mijn placement nog pakken. Dus ik heb nog een hoop te doen voordat ik eindelijk kan gaan eten. Dus lieve vrienden. Helaas is dit mijn tweede filmpje voor vandaag. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik sluit ook wel weer af. En ik plak hem wel bij morgen eraan vast. Ja hoor, doen we wel vaker. Dus maakt niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Het is nog steeds prachtig mooi weer. En ja, ik zou zeggen, dan liep ik er mee even bij die slag. Zeker niet gewend dat er iemand aan het filmen is. Met de mond helemaal echt wagenwijd open. Ik denk, ja, het gaat lekker daar. Maar in ieder geval, ik zal zo meteen het zonnescherm ook nog omhoog halen. Want dan wordt het weer een beetje lichter in huis. Maar dat kan wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Slaap lekker. Ik hoop dat jullie kunnen slapen. Want het is nogal warm. In huis tenminste. En ja, morgen gezond weer op. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Ja, hallo lieve vrienden. Het is alweer zondag en we leven alweer op de 25e augustus. Vandaag. Oh jee, vandaag. Ja, wat dag. Ja, wist ik al wel, maar ik zit te denken hoe lang het geleden nou is. Sowieso 2 jaar. Nou. Hij is in februari overleden. Dus februari, dus maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Hij zit dus 2 jaar en 7 maanden is mijn man al heen. Ja. Doet me wel weer pijn, maar ja, je gaat toch wel weer door met een lach en een traan. Je denkt er even bij aan. Je praat even met hem. Hij staat toch altijd een eeuw op tafel. Ik praat iedere dag met hem. Ook met mijn schoonmoedertje. En ja, het is ook 13:38, dus net 2:30 geweest. Het is zondag, men zegt het is een rustdag, maar ik heb toch weer de wasmachine draaien en de wasdroger draaien. Hey, Scotty.
Ach, ja, meisje. Ja. Eeuwin, hé. Ja, die kwam ook even wat vertellen. Die kwam vertellen dat het mooi weer is buiten. Nou, dat is het zeker. Ja. Maar in ieder geval, ik weet niet wat ik vandaag doe ga. Ik weet het echt niet. Ik merk het wel, wat de dag mij brengt vooral. Ik moet weer ook renderen. Ja. Ik ben mezelf niet. Nee, ik werd vanochtend vroeg al wakker met hoofdpijn. Dat is wel weer gezakt. Daar ben ik blij om. Maar ja, komt ook door het weer mede. Weet je, vorige week was het aardig afgekoeld. Behalve juist, maar je moest buiten wel weer een jas aan. En nou is het weer te heet. Dus ja, ik denk dat er velen daar problemen mee hebben. En dat ik niet de enige ben. En dat we diegene ook allemaal niet goed in hun velletje zitten. Dus ja, we moeten het maar nemen zoals het komt. En we krijgen alles van onze lieve Heer cadeau. En of we het er nou mee eens zijn, ja of nee. We hebben het maar uit te pakken en het ermee te dealen. Ja, hé? Ja nou, ja wat een dikkie. Oh, wat lekker. Hé, oh, wat lekker, ja. Maar in ieder geval, ja, het is gewoon nou helemaal zo. Simpel. Maar oké, ik ga in ieder geval mijn kopje nog even achter op koffie zetten. De diertjes verzorgen, mezelf even verzorgen. En even wat weggooien. Want dat is op, maar er zit nog, waar de mosselen in bewaard worden. Hoe heet dat? De water met ui. Nou ja, dat keer weg. Hé, ja nou, dat gooien we door de wc. Ja, ja dat gooien we door de wc. Kan dat weggespoeld worden. Hé meisje, ja toch? Kom maar dan. Kom hier op tafel. Nee, mag je niet. Denk je ook van ja, dan mag ik wel en dan mag ik het niet. Dat wordt er verwarrend, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Zoals hij jullie alles brengen mag. Ik weet ook niet hoe het bij jullie gaat. Maar in ieder geval, doe rustig aan. Drink veel water. Denk om de oudere mensen om je heen. Je buren, weet ik veel. Zorg dat je op ze let als er niet iemand anders in hun buurt is qua verzorging. Ja, dat... ik doe dat ook. Enkel, ik heb een paar huizen verderop. Die zie ik altijd met een hondje op die vlak. Loopt ze langs. Dus ja, zij let meer op mij dan ik op haar. Zij is niet alleen, ik ben wel alleen. Ja, dat komt er ook nog eens bij. Maar ja, de man is ook oud. Dus. Maar oké. Okay. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En ja, ga leuke dingen doen, weet ik veel. Of doe lekker niks, ga lekker luieren. Is allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik denk dat ik toch zo meteen even een blokje omga. Ik neem de nieuwe GoPro-camera mee, omdat die van de week zo achterlijk deed. Dus ja, ik ben er mee bezig geweest. Ik heb hem nou ook goed opgeladen. Dus ik hoop dat hij nou wel langer het gaat doen. Het beeld blijft er van aan, had ik gezien. Van de week. Maar wat hij nou gaat doen, dat weet ik dus niet. Maar ik kan ook niet al te ver weg. Want ik rijd denk ik wel weer al aardig op het laatst. Ja, want ik heb best flink gereden van de week. Ook dat ik jullie zo nu en dan even deze camera mee had en niet de GoPro, dus ja. Ik ga dat proberen. Ik drink mijn koffie nog lekker even op. Ik heb nog een bakje koffie. Ik heb nog een spelletje gedaan, want die moet ik dagelijks even bijhouden. En voor de rest gaat het allemaal perfect. Ja, Frodo heeft nog wat water gedronken, die moet de kap weer op. Die is nou buiten. Dus ja, ik zou zeggen, geniet zo meteen van de rit. Ik neem de GoPro mee en ook deze neem ik mee. Want je weet maar nooit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles.